Aline de Graaf, wat was dit een moeizame dag zeg? Het was heel moeizaam. Deze twee dagen waren echt heel moeilijk. Normaal gesproken gaat het altijd wel een beetje gemakkelijk af en toe. Maar ja, dit was echt werken. Ja. Je hebt de hele dag hard moeten werken, duwe trek aan je pijlen. Maar ja, toch de finale gehaald. Ja, maar daarom, dat blijft gewoon apart. Af en toe frustrerend en alles. En je weet het nooit. Ik bedoel van, je kan een hele slecht lek gooien en daarna in één keer een goede partij. Of je gooit slecht en je wint hem. Ja, af en toe is dat wel gebeurd. Ja, het kan heel raar zijn, maar wat ook raar kan zijn. Bocuse is bijna niet verslagen vorig jaar, maar wel door jou en dan ook nog op het grote podium. En dat mag je morgen opnieuw gaan proberen. Dat vergeet je vandaag toch wel snel? Nou, nee, je neemt het altijd in je achterhoofd. Ik ben van wat Bo gooit, dat is gewoon ziek. Morgen moet ik gewoon echt op me kunnen gooien. En gewoon echt de kansen die je krijgt, moet je benutten tegen Bo. En ja, dat wil nog wel eens niet gebeuren. Het is natuurlijk een beetje jouw toernooi. Hoe gaaf is het dan om gewoon weer in die finale te staan? Ja, super gaaf. Maar ik leg me eigenlijk ook nog wel eens een beetje te veel de druk erop. Ik bedoel van, dat is nu ook met het publiek. Ik bedoel van, iedereen is voor je. En dat is hartstikke leuk. Maar dan krijg je af en toe toch kippenvel. En dan denk je, ja, kom op, even de focus erbij. En er niet aan denken. En nou ja, gelukkig lukt het even. Ja, hier staat iedereen erbij. In het buitenland is dat niet zo. Maakt het voor jou dan nog extra speciaal? Ja, de Dutch Open is wel echt een toernooi van zoveel mensen. Je ziet mensen die je een jaar niet ziet. Dus dat maakt het ook wel weer leuk. En ja, het is gewoon mega. Ik bedoel van, als ik in Engeland gooi, dan heb ik zowat niemand achter me. Dat is logisch. En, maar hier, ja, dan staat gewoon wel heel het publiek achter je. Wat gewoon hartstikke leuk geeft. Ja, ik bedoel van, ja, dat is gewoon geweldig. Morgen heb je de zaal waarschijnlijk weer mee. Gaat dat het extra zetje zijn? Ik hoop het. Ja, het werkt altijd. Ik mag niet klagen over mijn prestaties op de Dutch Open. Dus ja, we gaan het zien. We gaan het zien morgen. Aileen, succes. Hey, dankjewel.